Dit is hoe grote partijen spelen. Die zitten hier namelijk alleen maar om geld te verdienen, links of rechtsom. Hey, ik ben Chris van Dopencash en hier even een extra tussentijdse update. In verband met de prijsactie die we voornamelijk vannacht hebben gezien. Ik wil gewoon even kijken wat er aan de hand is, wat er gebeurd is, waar we naartoe gaan en gewoon even alles up-to-date brengen. Nou, laten we maar gewoon eerst even beginnen met de Bitcoin chart. We hadden hier een scenario van een Elliott Wave. Die hebben we best wel lang kunnen hanteren in combinatie met dat trade channel. Wat ik al heb gezegd meerdere keren. Je moet altijd meerdere scenario's in je hoofd hebben. En voor de mensen die gisteravond online waren in de Discord heb ik het volgens mij ook al benadrukt. Dat was na die eerste drop. Dat heb ik al aangegeven, komen we onder de 6800, dan is mijn bullish scenario overboord. En dan kijk ik de weg op naar beneden. Voordeel was dat ik eigenlijk al een short positie open had staan vanaf dit punt. Omdat ik al sowieso verwachtte dat we de onderzijde van het kanaal zouden opzoeken. Natuurlijk niet in deze snelheid, maar ik denk niet dat heel veel mensen dat hebben verwacht. Ik wil daar dadelijk wel even op terugkomen, want ik heb wel iets van vreemde activiteit kunnen opsporen. En dat wil ik dadelijk graag even laten zien. Nou, ja, dit is gewoon super zuur, hè? Dus het kanaal hebben we gebroken. Ik zal even de chart een klein beetje leeg maken. Om aan te geven hoe lang we erover hebben gedaan. Wat was het prijsniveau ongeveer? Vanaf hier zijn we bezig geweest. We hebben er dus ongeveer 14 dagen over gedaan om dit prijsniveau te bereiken, jongens. 14 dagen bijna. En dat was gewoon in één dag was dat weg. Dus dat is ook crypto. Zo werkt dat ook eenmaal. Ik heb hier een steun staan. Ik heb wat meerdere steunen hier geplaatst. Hier heb ik een iets sterkere steun. Laten we zeggen, dit was nog vanuit de start van de vorige rally. En dat level beschouw ik dus wel belangrijk. Eventueel ben ik bereid om daar iets bij te kopen. Ik heb mijn short inmiddels gesloten en een kleine long positie opengesteld. Omdat ik toch verwacht dat we een kleine bounce zien. Waarna we waarschijnlijk toch weer verder naar beneden gaan om deze regionen toch weer op te gaan zoeken. Nou, wat ik ook nog graag even wil vermelden. Misschien kan ik dat beter op de Bitmax chart laten zien. Hier staan dus al mijn levels. We hebben mijn gouden level waar ik eigenlijk zelf naar zat te kijken, hebben we niet bereikt. Dus ik had eigenlijk wel een neergang verwacht, maar niet al op dit moment. En dat vond ik wel vreemd, want dat is een patroon wat we wel langer hebben vastgehouden. En weet je wat het probleem ook is? Heel veel mensen waren gewoon bullish en je moet niet vergeet die technische analyse nou niet. Ik las op Twitter het ene positieve bericht na het andere positieve bericht en dan weet je gewoon dat het fout gaat. Even kijken, als we wat Fibonacci's gaan tekenen over de laatste paar runs die we hebben gemaakt. Dus dan neem ik die van februari mee. Dan zien we als we van de top naar de bodem gaan dat we hier dat belangrijke level hebben aangetikt. Hè? Dat 61 niveau. Nou, als we dat doen bij de volgende run, zien we dat we wederom op dat 61 niveau zijn geëindigd. En als ik hem dan hier verder trek, dan zie je gewoon dat we dat 61 niveau niet hebben gehaald. Wat je wel ziet, is dat dat niveau overeenkomt met mijn gouden lijn die ik zelf had aangehouden om eventueel grotere posities short te gaan.
Dat beschouwde ik ook natuurlijk als belangrijk level. En als je daarop afketst, ja, dan weet je sowieso dat je richting beneden moet kijken. Wat ik wel een beetje frappant vind, is dat mensen dit niet zagen aankomen. Ik heb mensen er al voor gewaarschuwd. Een aantal dagen geleden, ik zal hem even op een iets kleinere tijdsframe zetten. Je ziet gewoon dat we meerdere pogingen hier hebben gedaan om dit level te doorbreken. En als je dan op een gegeven moment voorbij deze loods gaat en je breekt uit naar beneden, dan weet je gewoon dat je zeker op de korte tijdsframe naar beneden moet gaan kijken. En daar moet je je ogen niet voor sluiten. Als de koers aan het vallen is, moet je dit niet proberen op te vangen. Want dan ga je jezelf echt in de vingers snijden. Je moet dan echt met de trend mee of gewoon helemaal niet traden. Want dat gaat gewoon gigantisch mis. Nou, waardoor is dit nou veroorzaakt? Ik was gisteravond toevallig online. Ja, ik ben eigenlijk altijd online. Ik was aan het traden op BitMEX en daar zag ik iets van vreemde prijsactie. En ik heb daar even een opname van gemaakt. En dat kunnen we wel even bekijken. Want wat zien we hier namelijk? We zien hier namelijk een enorme buy wall. En volgens mij was die op een gegeven moment tussen de 70 miljoen en 95 miljoen dollar. Contracten groot. Je ziet ook duidelijk dat die hier wordt aangegeven in het diepteboek. En wat doet die buy wall nou? Die buy wall stuwt de prijs omhoog. En ik laat even het filmpje aflopen, dan kan je het nog duidelijk zien. Volgens mij probeer ik hem nu ook te zoeken in het orderboek. Daar staat hij. Ja. Ja, dat valt natuurlijk wel op, hè. In één keer normale contracten van 40.000 of zo, ik noem maar wat. En dan in één keer een order van bijna 70 miljoen. Nou, ik heb het toevallig in het filmpje van vorige week uitgelegd, volgens mij, over manipulatie. En dit was echt een heel mooi voorbeeld. Ik heb het nog in de Discord aangegeven. Mensen, let op die wal. Zodra die ingetrokken wordt, komt er actie. Die wal werd ongeveer op dit tijdstip geplaatst. Niet echt op de drop, dat kwam later. Maar wat deed die wal nou? Die wal stuurt de prijs omhoog. Omdat mensen zien dat er zo'n hele grote wal staat, gaan ze hem frontrunnen en wordt die koers langzaam omhoog gedrukt. Ondertussen neemt de partij die wal plaatst, is short posities aan het opbouwen. Dus hij wil juist niet omhoog. Want als hij omhoog wil, dan koopt hij ze wel gewoon. Dan koopt hij gewoon de bitcoin, die contracten. Nee, hij wil juist short. Hij wil tegenovergestelde van wat de wal aangeeft. Dus die was rustig zijn shorts aan het opbouwen. Ik hield het nauwlettend staan in de gaten. En zodra ik de wal uit het orderboek zag verdwijnen, heb ik tegen market order, ongeacht de kosten, heb ik gelijk mijn positie gesloten. Toen wist ik gewoon dat we naar beneden moesten gaan kijken. Nou ja, ik zag al een korte prijsreactie van, ik denk een daling van een procentje of zo. Ik denk dat misschien deze daling was. Toen trok die weer een beetje bij. Maar die grote partij, dit is hoe grote partijen spelen. Die zit hier namelijk alleen maar om geld te verdienen, links of rechtsom. En dat geld dat moet ergens vandaan komen. Dat wordt over de rug verdiend van normale investeerders, normale traders, laat ik het zo maar zeggen. Als je dit soort signalen opvangt, pas dan alsjeblieft op en kijk uit met je trade. En wat ik heb gedaan, ik heb direct mijn posities gesloten tegen market order. Kost misschien iets meer, maar daardoor heb ik me heel veel leed kunnen besparen. Wat je gewoon niet moet vergeten, wat ik al aangaf met die grote buy wall, die partij die zijn shorts aan het opbouwen is. Tuurlijk is het manipulatie, maar het is uiteindelijk niet die grote partij die deze beweging veroorzaakt, die de val veroorzaakt. Wie veroorzaakt dat? Dat zijn gewoon de normale traders die in totale paniek raken. En gewoon maar tegen market orders alles eruit gooien. Ja, en dan krijg je dit soort rigs. Dat is gewoon, dit toont mij echt het totale gebrek aan vertrouwen in de crypto op dit moment. En je kan dat ook wel zien bij vorige prijsacties. Als we dalen, dan gaat het altijd in dit soort bewegingen. Deze was wel heel erg extreem. Maar dit is gewoon totale paniek wat je ziet. Veroorzaakt, in gang gezet
door een paar grote orders van meestal grote partijen die toch hun positie al hebben opgebouwd. Gevolgd, het balletje gaat rollen, gevolgd door totale marktpaniek. Ja, normale traders die toch waarschijnlijk met te veel geld of te veel waarde daarin zitten dat ze dat besluit moeten nemen of dat ze hun orders al niet goed hebben ingesteld. Dus als jij een stop los hebt, dan word je automatisch al uitgestopt. Dus dan heb je überhaupt al geen probleem. Waar ik ook nog wel even naar wil kijken is naar de market cap. Want die is namelijk met bijna 35 miljard afgenomen, terwijl het totale trade volume maar 18 miljard is. Dus daaraan kan je ook gewoon zien dat market cap gebaseerd is op waardering en niet op het direct uit- en invloeien van valuta. Heel veel mensen denken dat hier dus ooit 200 miljard voor is betaald en dat is gewoon niet het geval. Dit is gewoon de waardering die wij eraan hangen. En die daling betekent dus ook niet dat dat geld direct de markt is uitgevloeid. En dat geeft ook eventueel aan in een uptrend. Hoeft er in verhouding niet zo heel veel bij te komen om ook dat soort bewegingen weer naar de bovenkant te veroorzaken. Het sentiment is echt is omgeslagen. Totaal verschil met gisteren. Gisteren was iedereen nog bullish, nu is alles short. Er staan veel meer shorts als longs open. Een verschil van bijna 200 miljoen. In het voordeel van de shorts, en dat is eigenlijk de afgelopen dagen, de afgelopen uren niet anders geweest. Ik zie dat het nu een heel klein beetje licht omslaat en dat kan ook wel, dat is logisch, dat is het volgende puntje namelijk. Dat is namelijk de prijsactie waar we nu naar gaan kijken. Dat is natuurlijk dat ik en zo te zien de markt eigenlijk ook wel een lichte bounce verwacht. En dat zou ook wel normaal zijn, want de koers beweegt zich nooit in een rechte lijn. Hè. Het zijn altijd golfbewegingen. Dat kunnen we ook eerder zien. Uit voorgaande trends, dan zie je toch altijd dat die een stuk wegvalt. En altijd een kleine adempauze, een kleine adempauze, een kleine adempauze. En met een uptrend is het precies hetzelfde. Dus deze lijn die is wel echt extreem. Ik verwacht hier toch ergens dus een lichte bounce. En dan kijk ik zelf even naar, wat zouden we zeggen, het 61 niveau, hè, de gouden ratio. En rond welk niveau ligt dat? 6700. Ik denk dat we eerder dan de 6666, het 6666 level op gaan zoeken, dat MEM level. Dus daar plaats ik eigenlijk mijn uitgangspunt voor de komende periode. Ik zal hem even hier ergens grofweg intekenen. Ik heb dus een long geopend. Ik kijk tot dit niveau. En dan besluit ik of ik eventueel mijn longpositie sluit. Die sluit ik iets eerder. Die winst neem je altijd iets eerder. Om hier eventueel weer een short positie te openen. Want ik kijk toch meer naar beneden nu dan dat ik omhoog kijk. We kunnen best iets hoger. Mochten we dit niveau doorbreken, plaats dan gewoon een stoplos op je shorts. Dan ben je altijd beschermd tegen rare prijsfluctuaties. Ik ga de markt sowieso voor jullie in de gaten houden. Mochten jullie nou meer willen weten of heb je vragen, dan kan je altijd lid worden van de Discord. De meeste actuele berichtgeving rondom Bitcoin ben ik online. Dan wil ik dat altijd wel even vermelden, zoals gisteren dat ik die wall zag. Dan geef ik dat even aan. Vind je dit soort filmpjes nou leuk? Abonneer dan op ons kanaal. Even het belletje aanklikken. Dan blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En dan zie ik jullie graag weer bij een volgend filmpje. Letters!